Kinderrechten moeten beter worden toegepast in het beleid van elke regering. In een tijd waarbij de olie- en gassector tot ontwikkeling komt, is het belangrijk om de jongere en toekomstige generaties voor te bereiden om over te nemen als volwaardige leiders. Zo sprak president Chandrika Prasad Santokhi gisteren tijdens het mensenrechten-evenement van UNICEF. Het staatshoofd erkent het gebrek van jeugdbetrokkenheid en zegt dat hierin in de toekomst een verandering gebracht moet worden. We hebben net ons hervormingsprogramma uitgevoerd. Ons economische hervormingsprogramma om uit die diepe crisis te komen. Maar ons hervormingsprogramma heeft heel wat kinderen getroffen. Zowel thuis als op school. Dat sommige kinderen vanwege ook financiële problemen de school niet konden afmaken. Dat sommige kinderen zonder ontbijt naar school moesten gaan. Dat zijn die gevolgen geweest. En wij hebben ook gezegd, de kinderen moeten beschermd worden. Daarom is het instituut van First Lady direct begonnen met het brengen van broederprogramma voor de kinderen. Alle kinderen moeten een goede maaltijd krijgen. En het moet steeds beter en beter, totdat de gezinnen dat zelf kunnen. Kinderen worden vaak de dupe van geschillen tussen ouders, wat kan leiden tot mentale uitdagingen. Volgens het staatshoofd moeten kinderrechten ook in kader hiervan worden bevorderd. Wie kijkt naar die gevoelens van die kinderen? Wie kijkt naar die pijn van die kinderen? Wat men tegenwoordig met een mooi woord noemt, mental health. En daarvoor is kinderrechten bedoeld. Dat bij zulke situaties kinderen niet alleen een stem hebben, maar kinderen moeten betrokken worden als er belangrijke beslissingen in het leven genomen worden van hun. En niet plotseling horen dat kinderen geen papa en mama meer hebben, maar voogd hebben, voogdes hebben. En kinderen weten van niks. Men heeft het nooit gehoord. Men heeft het nooit verteld. En dat plotseling papa en mama niet in één huis zijn. En dat je af en toe bij papa moet zijn en af en toe bij mama moet zijn. Men heeft het nooit verteld. De president besloot met te zeggen dat het de bedoeling is om de jongeren in de toekomst een betere plaats aan de beleidstafel te geven.